Studeren in Amsterdam is een beleving. Lekker Amsterdam, studentenstad. HVA, multiculturele HBO, ja, ontzettend leuk. Het is leuk om juf of meester te worden omdat je met kinderen kunt werken. Je kunt ze iets leren en dat zie je later terug. Een topopleiding omdat er een hele open sfeer is. Het is er veilig en ik voel me er thuis. Ik heb de HAVO gedaan en ik ben tot de PABO gekomen omdat ik heb meegelopen op de HVA hier zelf. En nadat ik heb meegelopen heb ik het echt kunnen proeven en de sfeer mee heb kunnen maken. En toen dacht ik, ik wil dit. Ik ga het doen. De keuze is altijd PABO, ik wil met kinderen werken. Maar de PABO is veel meer dan dat. Ze komt voor een klas. Ik heb bepaalde docenten en die weten na twee lessen je naam. En dat geeft wel een bepaalde betrokkenheid. Ik kan gewoon alles vragen als ik iets wil vragen, als ik iets wil weten. Iedereen die heeft zelf voor de klas gestaan vroeger. Dus die heeft ook eigen ervaringen die hij kan meedelen. Ik denk dat ik het beste kan uitleggen dat je met deze theoretische kennis die je hier dan opdoet, dat je daardoor wel vaardiger wordt in de klas. Als je weet van de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind of iets, dan word je niet boos. Als iemand, ja maar hij doet dat. Na drie weken hier op de PABO mocht je eindelijk voor de klas. Ja, ik vond het wel leuk en het ging ook gewoon goed. Als je de klas binnenkomt als stagiair, dan ben je in het begin de stagiair. Maar je bouwt een band op. Je krijgt echt iets met de kinderen. En zij ook met jou. En daar doe je het voor.